Ik ben Nurse Karen en vandaag gaan we het hebben over is de nieuwste behandeling om de spieren in je gelaat te gaan liften. We gaan allemaal naar de fitness, we doen allemaal pilates, allemaal voor ons lichaam, maar wat nu met de spieren van ons gezicht? Staat voor High Intensity Facial Electromagnetic Stimulation. Een hele boterham. Het combineert monopolaire radiofrequentie, dit is warmte, en gefocuste elektromagnetische velden. Deze gaan spiercontracties veroorzaken. Dankzij die applicatoren bereiken we een diepte van 2 centimeter. Dus niet alleen de spier, maar ook de fascia op jouw spier wordt aangepakt, zodanig dat we een lifting krijgen van onze midface. Niet alleen de spier wordt aangenomen, maar ook de textuur van je huid zal iets gladder worden. En je zal zien, door het feit dat we een lifting krijgen van de midface, gaan we ook strakkere gezichtscontouren gaan krijgen. Maar wat doet zo'n nu eigenlijk? Wel, het zal ervoor zorgen, op deze foto kan je dit zien, dat de spierdichtheid strakker zal worden. Dus jouw spier zal meer tonus krijgen. Dit wil zeggen dat je spier meer kracht heeft en dat die dus meer tractie kan geven en dat je meer lifting zal krijgen. Daardoor krijg je ook een meer gedefinieerde kaaklijn. De wenkbrauwen zullen ook iets hoger komen en je volledige midface zal gelift worden. Waardoor je dus minder de typische nasolabiaal plooien zal zien. Ook je tear trough of je traanhoot zal minder sterk aanwezig zijn. Radiofrequentie is warmte. En dankzij de combinatie met de radiofrequentie zorgen we voor een echte diepe warmte in de huid tot wel 32 graden. Dit zorgt er eigenlijk voor dat er een soort van weefselbeschadiging is, maar dan wel in de goede zin van het woord. Want wanneer we weefselbeschadiging krijgen in de huid, zal ons lichaam op een natuurlijke manier gaan reageren door aanmaak van collageen, van elastine, en daardoor zal je meer hyaluronzuur in je huid krijgen en zal je dus ook meer hydratatie van je huid hebben. De verantwoordelijke hiervoor zijn die fibroblasten. Want die fibroblasten worden gestimuleerd en deze gaan dan collageen, elastine, hyaluronzuur allemaal gaan aanmaken. Dankzij heel deze triggers gaan fijne lijntjes in de huid ook aangepakt worden. Onderzoek heeft ook aangetoond dat wanneer men de 1 sessie per week doet en dit gemiddeld 4 tot 6 weken, dus je zal 4 tot 6 keer een behandeling krijgen, dat er een rimpelvermindering is van ongeveer 36%, een toename van je collageen van 27%, elastine zal met 29% toenemen en de tonus van je spier, waar we het net over gehad hebben, door de contracties die de veroorzaakt, zal de tonus of de spanning van je spier met wel 30% verbeteren. Het liftend effect zal ongeveer 23% beter zijn. Hoe gaat zo'n behandeling nu in zijn werk? Wel, eerst en vooral gaan we dus een foto nemen, een voorfoto. Daarna gaan we jouw gezicht volledig reinigen van alle make-up. Dan worden die typische applicatoren aangebracht. De behandeling zelf doet geen pijn. Je zal een warmte voelen. Je zal wat contracties voelen in je gezicht. En deze behandeling duurt 20 tot 30 minuutjes. Direct daarna kan je terug je normale activiteiten hervatten, want er is geen downtime bij deze behandeling. Het resultaat zie je wel pas na 3 maanden, want het heeft een beetje zijn tijd nodig om te gaan inkikken. En wij raden aan om die behandeling ongeveer 1 maal per jaar uit te voeren. Wil je nog meer resultaat van die hele behandeling, dan kan je zowel een HIFU doen. We hebben ook een andere video over de HIFU. Maar je kan ook een HIFU doen en na de HIFU onmiddellijk starten met die zodat je op de verschillende niveaus zal gaan werken om nog beter resultaat te krijgen.